Welkom in De Bron en als eerste de kerkzaal. Wat hebben we nou in de kerkzaal allemaal aangepast? We zijn als eerste begonnen om de houten vloer, hè? We hadden hier een hele grote houten vloer, die hebben we er helemaal uitgesloopt en we hebben een betonnen vloer hebben we er neergezet. Een multifunctioneel betonnen vloer, omdat we hier allerlei activiteiten willen doen. We willen een buurtcentrum zijn, we willen een ontmoetingscentrum zijn. Het allerbelangrijkste wat we wilden veranderen in de kerkzaal zijn de deuren. De deuren van deze kerk zijn door de week vaak dicht. En we hadden als genadebron de visie dat we een open centrum willen zijn. Een ontmoetingscentrum van en voor het dorp. Vandaar dat we de kerkdeuren vast opengezet hebben. En dat we een doorzichtige schuifdeur gerealiseerd hebben. Wees welkom in dit centrum. Wat we ook aangepast hebben, daar zit ik nu op. Dat is het podium. We hebben een heel groot podium hebben we gerealiseerd met elkaar. Dat past binnen een multifunctionele zaal waarin we verschillende activiteiten kunnen doen. Door de week zijn hier jongeren die aan het zaalvoetballen zijn. Er worden concerten georganiseerd. Er zijn verschillende sprekers die hier komen spreken. Er worden alfa's georganiseerd om de mensen over het geloof te vertellen. Dat kan allemaal plaatsvinden vanuit dit podium. Het podium is ook multifunctioneel gemaakt, waardoor het trussysteem wat je ziet beweegbaar is. Je kan dus alles naar beneden halen, waardoor het orgel naar voren komt. En je kan ook alles omhoog halen. Wat we heel belangrijk vonden, dat er bepaalde oude elementen binnen deze kerkzaal zouden bestaan. Vandaar dat we besloten hebben dat het orgel blijft bestaan. Wat vervolgens gebruikt kan worden door als er een bepaalde dienst, bijvoorbeeld een trouwdienst of een begrafenis plaatsvindt, kan het orgel gebruikt worden. Maar we hebben ook de kerkbanken op het galerij hebben laten staan. Om zo de unieke mooie aspecten van het kerkgebouw in stand te houden. Een ander belangrijk punt wat we hebben gerealiseerd, dat is de multimedia. Het is heel belangrijk voor een multifunctioneel centrum dat je goede multimedia hebt. Dat er goed geluid is, maar dat er ook goede verlichting is. Nou, dat hebben we kunnen realiseren door het aanbrengen van diverse grote trussen. Dat zijn die grote stalen systemen die je boven in de kerkzaal ziet. Op die manier kunnen we bij concerten in ieder geval voldoende licht- en geluidseffecten realiseren. Verder hebben we geprobeerd de sfeer een beetje stoer te maken. Bijvoorbeeld door de balken een kleurtje te geven. De lampen in stand te houden, maar wel een klein kleurtje te geven. Verder, voornamelijk voor concert, is het belangrijk dat we geluiddempende maatregelen hebben getroffen. Onder het galerij hebben we maatregelen getroffen door het aanbrengen van plafondplaten die extra dik zijn, die het geluid kunnen opvangen. Aan de andere kant hebben we lange gordijnen voor de ramen gesitueerd die het geluid ook op kunnen vangen. Wat ook uniek is, is dat we kabels hebben aangebracht om een compleet voetbalnet, wat helemaal dicht zit, te realiseren in deze kerkzaal. Dus jongeren kunnen gewoon in de kerkzaal, dat is echt out of the box, voetballen. En niet alleen voetballen, jongeren kunnen hier tafeltennissen. We hebben mooie hoekjes gecreëerd waar jongeren kunnen chillen. Al met al willen we op bepaalde momenten in de week willen we een open centrum zijn om de jongeren een plek aan te bieden binnen dit dorp. We zijn namelijk van en voor het dorp, maar zeker ook voor de jongeren. Dit is een heel belangrijk punt in dit centrum. Dit is de overgang tussen de kerkzaal en Grace Lunchroom en alle activiteiten die we in Grace doen. Maar een heel belangrijk onderdeel van dit centrum is het DHL Pickup Point. Waar we een team hebben van allemaal vrijwilligers. Die elke dag klaarstaan om tientallen pakketjes van inwoners uit Buntschot Spakenburg te ontvangen. Maar ook te verstrekken. Dat is voor ons een hele belangrijke inkomstenbron. Omdat wij niet leden hebben die elke maand geld geven. Dus wij zijn afhankelijk om zelf inkomsten te genereren.
door de lunchroom, door concerten te organiseren, maar zeker ook door het werk van de vrijwilligers, om uiteindelijk onze activiteiten te kunnen doen. En daarnaast zijn we afhankelijk van donaties, giften van particulieren en ook bedrijven. Belangrijk. Dus mocht u uw pakketjes nog niet in de bron brengen of ophalen, u bent meer dan welkom. Welkom in de House of Prayer in Goed Spakenburgs, het gebedscentrum. We hebben er bewust voor gekozen om in de rest van het centrum niet te veel te hebben over geloofsaspecten. Want we willen een centrum zijn waar voornamelijk ook de mensen die niks met het geloof hebben zich welkom voelen. Maar hier in het gebedscentrum staat Jezus centraal. Dus vandaar dat we in het interieur heel bewust gekozen hebben voor wat Bijbelse principes. Het mooiste is natuurlijk het kruis. Het verlichte kruis. Het kruis wat licht geeft. Want we zijn het licht in deze wereld. We mogen het licht zijn als centrum in Bunschoten-Spakenburg. Maar ook het mooie verhaal vanuit de Bijbel. Het wonder van de 5 broden en de 2 vissen is speciaal in een behang ontworpen. Daar zijn we ook blij mee. Deze ruimte wordt veelvuldig gebruikt als gebedsruimte voor verschillende groeperingen die gewoon door de week hier een moment van gebed willen hebben. Ook als team van de Genadebron bidden we hier elke vrijdagochtend om met elkaar de week door te nemen en voornamelijk te bidden voor de mensen die het nodig hebben. Deze ruimte wordt ook vaak gebruikt voor begrafenissen. Dan wordt de begrafenis gehouden vanuit de kerkzaal, maar wordt deze ruimte gebruikt voor condoleances en het laatste afscheid nemen. Daar zijn we ook blij mee, dat we hem op die manier heel sereen, heel timide hebben mogen inrichten. Het allermooiste is het uitzicht van deze kamer. Je kijkt uit door de in-betweens naar de muur. En op de muur staat de naam van God vanuit het Oude Testament. Yahweh. Daar zijn we zeer blij mee en dankbaar. Dat we uiteindelijk hem als middelpunt in het centrum hebben. Midden in het centrum, waar we op mogen bouwen. Dat we hem mogen volgen in alles wat we hier mogen doen. Welkom in Grace. Grace Lunchroom. Maar ook Grace Home. Grace Café. We doen heel veel met Grace. En we zijn super blij en dankbaar dat we het bijgebouw van de Bron helemaal hebben gerenoveerd naar een hele warme omgeving. We hebben geprobeerd om uiteindelijk een warme sfeer te creëren door hele oude stenen terug te laten komen. Een hele nieuwe balkconstructie is erin gekomen. En uiteindelijk zijn we op zoek gegaan naar verschillende ruimtes. Het was heel belangrijk dat er ruimtes gecreëerd zouden worden voor de Alpha. De Alpha gaat namelijk met een groep eerst bij elkaar zitten met een spreker. En daarna gaan ze uit elkaar in verschillende groepjes. Vandaar dat we boven 2 kamers hebben gemaakt. De Spakenburgkamer en de Bunschotenkamer. Maar ook beneden hebben we verschillende kamers gemaakt. De Herenkamer en de Huiskamer. Deze ruimte wordt van maandag tot en met woensdag gebruikt voor het buurtcentrum. En donderdag tot en met zaterdag zijn we hier Grace Lunchroom. Overdag een lunchroom en zelfs vrijdagavond dat je hier ook heerlijk kan eten. En dat doen we samen met de zonnetjes in ons huis, de medewerkers van Doegzorg, die vanuit dagbesteding hier werken. En dat zijn hele lieve mensen met een verstandelijke beperking. Maar we kunnen niet zonder ze, want zij brengen glimlach aan dit centrum. En daar zijn we blij mee, dat we met hun mogen werken. De huiskamer wordt voornamelijk gebruikt voor de mensen van Doegzorg. En daar hebben zij een plekje om even tot rust te komen. We zijn super blij dat we juist voor verschillende groepen uit dit dorp een plek kunnen aanbieden. De herenkamer die kan ook overdag gebruikt worden. Er zijn bedrijven die komen lunchen en vervolgens daar een vergadering aan vastkoppelen. Op die manier proberen we alle ruimtes binnen dit centrum maximaal in te zetten. Nu voel ik u denken van had het niet wat minder gekund? Omdat het allemaal zo mooi is ingericht. En dat heeft een reden. En dat wil ik u graag toelichten. De reden waarom wij het allemaal even net even anders dan anders en misschien net even wat luxer hebben ingericht,
dat heeft een hele belangrijke reden, wat teruggaat naar het belangrijkste doel wat we hebben met dit centrum. En het belangrijkste doel wat de Genadebond heeft, is dat we de mensen willen bereiken, en dat zijn er in dit dorp meer dan 12.000, die niks meer van de Heere Jezus willen weten. Voor die mensen willen we hier een plek bieden. Met die mensen willen we een relatie opbouwen. En die mensen willen we ontvangen. En die mensen gaan wij niet naar dit kerkgebouw en het bijgebouw trekken als het gewoon alleen maar een kerkgebouw zou blijven. Dan komen die mensen niet. Veel mensen hebben al een drempel om naar een kerkgebouw te komen. Dus vandaar dat we het centrum juist heel cool, heel eigentijds wilden maken. Om die mensen juist hier wel naartoe te trekken. Op die manier willen we in connectie komen met de mensen. Komen er mooie gesprekken. Gaan mensen vragen. Waarom doen jullie dit? Besteden jullie zoveel tijd als vrijwilliger aan dit initiatief? Maar waarom dan? En dan kunnen we getuigen van wat God in ons leven gedaan heeft. En wie we mogen zijn voor de omgeving. Dat alle mensen die moeite hebben of die belast zijn, dat die in dit centrum een plek mogen hebben. Dat we mensen hebben die voor mensen willen bidden. En gelukkig, en daar zijn we God dankbaar voor, zijn er heel veel partijen die ons niet de volle prijs hebben laten betalen. Dus we hebben veel kortingen mogen krijgen, waardoor we uiteindelijk iets tegen een verantwoorde prijs hebben kunnen neerzetten. Hoe gaaf is het als u lekker een bak koffie kon drinken? Van donderdag tot en met zaterdag kunt u de lekkerste koffie uit Bunschoten Spakenburg met een grace tintje hier nuttigen. Ja, waar we ook super dankbaar om zijn, is dat we een hele mooie keuken hebben kunnen realiseren. Natuurlijk hebben we ook een hele mooie bar kunnen realiseren om uiteindelijk het eten en het drinken uit te serveren. Maar goed eten, daar heb je ook een goede keuken voor nodig. En omdat we werken met de mensen van Doekzorg, vanuit de dagbesteding, hebben we zelfs de hele keuken aangepast. Het is een unieke plek geworden, wat helemaal gereed is voor dagbesteding. Er zijn extra werkbanken zijn er aangemaakt, waar zij kunnen werken. Er zijn complete kleedkamers gemaakt voor hun, speciale wc's, zelfs een speciale douche. En daar zijn we heel blij om, dat we hun ook op die manier kunnen dienen. Dan verder is de keuken is afkomstig van een Spakenbusbedrijf, wat ook heel mooi is. Veel Spakenbusbedrijven hebben meegeholpen aan deze renovatie. En daar zijn we dit dorp ook gewoon dankbaar voor. Ja, er zijn echt heel veel wonder gebeurd, bijzonderheden, knipoogjes in het hele traject van mogen we dit gaan doen. We zullen er een paar uitlichten, er is er eentje van. Het koffiezetapparaat, eigenlijk mag ik het niet zo noemen, want het is echt een baristo machine. Dat klinkt wat chiquer. Gaaf. Jullie zien ook Grace Coffee erop staan. En je zou normaal zeggen, hey, dat is niet helemaal netjes, hè, want dat koffie had wat hoger moeten zijn, maar dat heeft een reden. Dit hebben wij namelijk niet zelf gekocht, deze machine. Dat is een machine van meer dan 7000 euro. Dat zijn dure machines waar die top Grace Coffee uitkomt. Maar deze machine hebben we gekregen van iemand. En die persoon heeft zo'n 5 jaar geleden heeft hij een droom gehad. Gewoon een droom, 's nachts. Om te stoppen bij de Rabobank en om Grace Coffee te starten. En hij zag zichzelf in een ruimte van warmte, waar mensen in een soort ontmoetingscentrum bij elkaar kwamen. En daar kon hij Grace Coffee serveren. En uiteindelijk heeft hij Grace Coffee machine gekocht. Is hij gestopt bij de Rabobank. Heeft hij de Grace Coffee opgezet. Is hij naar baderieën gegaan om koffie te verkopen. Maar dat pand kwam er niet. Zoeken in Amersfoort naar locaties en dat liep steeds op niks uit. Totdat hij de foto's en de schetsen zag van dit centrum wat we wilden gaan neerzetten. En hij kwam naar Spakenburg, hij zag de schets en hij zei letterlijk, dit is precies wat ik in mijn droom zag. Dus deze machine, die hoort in dit centrum thuis. Hij is vervolgens gestopt met Grace Coffee, is wat anders gaan doen. Maar komt hier nog regelmatig, heeft ons geholpen om de beste Grace Coffee te schenken. Zomaar een knipoogje, hoe God weer voorziet in een hele dure machine. En dat Grace toch iets heel wonderbaarlijks is. Ja, ik sta hier echt op een kruispunt, op een heel bijzonder punt. Want dit is de grens van het oude bijgebouw en dat is de grens van het nieuwe bijgebouw.
Dus tot hier was het oude bijgebouw. We hebben uiteindelijk besloten dat we 8 meter eraan hebben vastgebouwd. En waarom hebben we er nou 8 meter aan vastgebouwd? Was het niet genoeg? Nou, dat heeft te maken met 2 redenen. Reden 1 is, we hadden meer kamers nodig voor de Alfa. En die konden we hier niet bouwen, dus die hebben we uiteindelijk hier gebouwd. Dus de huiskamer en de herenkamer zijn dat. Maar de belangrijkste reden is dat we een jeugdcentrum ook wilden bouwen. En als je een jeugdcentrum gaat bouwen bovenop een houten vloer, dan kun je beneden niks meer doen. Door het 8 meter uit te bouwen, hebben we 8 meter betonnen vloer aangelegd. En daarboven, en dat zullen jullie zo zien, daarboven hebben we een heel leuk jeugdhonk gemaakt. Welkom in het jeugdhonk Freedom. Super gaaf dat we dit mochten realiseren boven de uitbreiding van 8 meter. En zoals jullie kunnen zien is het een hele mooie ruimte geworden waar de jongeren kunnen feesten, kunnen samen zijn. We hebben poolbiljart er staan, mooie zitruimtes waar ze kunnen chillen met elkaar. Jullie zien aan de wand zien jullie heel veel hout. Dat hout komt bij Waypoint vandaan, het initiatief dat we ook mede opgezet hebben met Stichting Tot Helden als Volks. Om voornamelijk mensen die met een drugsverslaving zitten, om die te helpen. Waypoint heeft meerdere dingen hier gedaan in het centrum. Ook die mooie grote schuifdeur hebben ze gemaakt beneden in Grace. Nou, zodoende hebben we hier een hele mooie koele ruimte gemaakt met een stoere bar voor de jongeren. Natuurlijk voor onder de 18 alcoholvrij. We gaan meer en meer activiteiten met de jongeren opzetten om de jongeren niet op straat te laten verdwijnen, maar dat ze gewoon lekker in het centrum welkom zijn. We hebben ook een podiumje in Freedom hebben we gecreëerd, waardoor er ook plek is om muziekinstrumenten te spelen. Deze zaal kan door de week ook gebruikt worden voor de lunchroom, maar ook voor bepaalde bijeenkomsten. Er vinden hier ook alfa bijeenkomsten plaats, maar ook andere bijbelcursussen. Als uw verjaardag hier zou willen vieren, dan kan dat ook binnen dit centrum. Verjaardagen voor mensen boven de 60 mogen in het centrum plaatsvinden. Dat heeft te maken met de type vergunning die we hebben. Maar we zouden het fantastisch vinden als u uw verjaardag in dit centrum gaat vieren. Wil u graag van dienst zijn? Welkom. Ja, ook voor de ouderen zijn er heel veel activiteiten in dit centrum. Zo hebben we de breiootjes, die gewoon elke week hier komen breien met elkaar. Maar we hebben ook de mannen, de wat oudere mannen die met pensioen zijn. Die zeggen, ja, wat moeten we nou doen? Is er een plek waar we lekker even een kaartje kunnen leggen? Of gewoon lekker kunnen kletsen? Ja. Niet buiten lopen, maar gewoon als het regent binnen kunnen zitten. Nou, dat kan hier. Dat kan in het ontmoetingscentrum De Bron. Ja, welkom hier in de game room van Freedom. De jongerenbeweging van de Genadebron. We zijn echt super trots en blij en dankbaar dat we zo'n mooi centrum mogen neerzetten, ook voor de jongeren. En je moet gewoon wat punten hebben waar de jongeren op afkomen. En dat is in deze tijd al gamen. En vandaar dat we een game room midden in het centrum hebben gebouwd. Met behulp van wat bekende bedrijven die wat hebben met racen. Maar je kunt hier in ieder geval met 8 jongeren tegelijk gamen. We hebben 3 tv's waar je met 2 tallen op kan gamen. En we hebben 2 professionele Formule 1 consoles. En we merken gewoon als de jongeren in het centrum zijn dat ze helemaal wild worden van deze game room. Maar zelfs volwassenen vinden het heerlijk om hier even jong te zijn. Wees welkom. Ook voor jullie. Ja, en achter mij hebben we de pastorie. Dat is het eerste project dat we opgepakt hebben. Omdat de nood zo hoog was in het dorp. Om huisvesting te voorzien. Ja, hoe bijzonder is het dat we dit appartementencomplex de naam hebben gegeven. Appartementencomplex De Pastorie. Met daar een mooie statement bij. Vul dit huis met uw glorie. En dat wensen wij alle bewoners van De Pastorie toe. Ja, soms zijn er van die momenten in het proces. Dan sta je gewoon even stil. Dan denk je van, ja, mag het echt zo zijn? Mogen wij de bron kopen? En mogen we daar wat bijzonders in doen? En we hebben daar echt wel gebeden voor bevestigingen. En er zijn mooie dingen gebeurd.
met de kerkraad van de Fontijn hele mooie gesprekken gehad. En mooie avonden waarin we ook in gebed met elkaar gingen. En dat we echt voelden dat we dit van God mochten doen. En een van de bijzonderheden die we in ieder geval willen toelichten, is dat wij in 2013 is de genadebron gestart. In oktober 2013 hebben diverse bestuursleden echt wel dromen ontvangen en gedachten gekregen dat we op één plek in dit dorp een interkerkelijk centrum mochten neerzetten. Waar er niet gekeken wordt van welke kerk je bent en of je wel of niet kerkelijk bent, maar dat iedereen welkom is. Nou, dat hebben we toen allemaal in een plan gezet. En toen hebben we gebiddend gevraagd als bestuur van de genadebron. Maar Heer, waar dan? En ik denk een week of twee weken, max later, was het voorpagina nieuws dat mogelijk in de toekomst de bron te koop zou komen te staan. En we waren op dat moment best wel een beetje verrast. Dat is wel heel snel. Is dat wel van God? En uiteindelijk kun je achteraf pas definitief zeggen van, hey, mocht het zo zijn. We hebben dat in het plan opgenomen in oktober 2013. En we hebben dat met 7 dominees uit het dorp hebben dat gedeeld. Nou, op dat moment was het nog niet de tijd. En hebben we dat plan weer in de koelkast gezet. Maar 4 jaar later werden we gebeld door de Fontijn. Hadden jullie niet een plan met de bron en kunnen we in gesprek gaan? Nou, zo zijn er hele mooie gesprekken plaatsgevonden. En mochten we uiteindelijk tot aankoop van de bron komen. Waarin we ten alle tijde hebben gezegd, we willen dat met respect doen. Respect voor het oude, maar dat er ook ruimte komt voor het nieuwe. En dat uiteindelijk het doel om mensen te zien in het dorp, dat dat voor ons centraal staat. Maar hoe bijzonder is het dat iemand ons wijst op tekeningen die al in 2012 in opdracht van de Fonteinkerk zijn gemaakt. Dat daar al de plannen die in ons plan stonden van 2013, dat die al helemaal uitgewerkt waren. En dat het zelf de naam heeft gekregen, en ik zie het hier, Dienstencentrum De Bron. Dus de tekeningen lagen er al. De begroting lag er al. Nou, dat vonden wij heel bijzonder. Dat er gewoon al tekeningen zijn van hoe De Bron op een andere manier ingericht zou kunnen worden, waardoor het een dienstencentrum wordt. Met een betonnen vloer, met nieuwe wc's, met een nieuwe keuken. Waardoor meer mensen in dit centrum ontvangen mochten worden. Nou, wij vinden het een hele eer als genadebron dat we dat stokje mochten vastpakken. En het project mochten gaan realiseren. En wij hopen vanuit de grond van ons hart dat iedereen die hier de Heer gediend heeft. En die op deze plek komt, dat hij iets ziet van die liefde. En dat we dat met eer en geweten ook voor jullie een nieuwe bestemming hebben mogen geven.